Powered by Eve. Welkom bij de uitgaanstips van Haarlems Bodem. Een video waarin we je elke week de leukste, gekste, tofste en mafste uitgaanstips van Haarlem en omstreken geven. Dit zijn de tips van donderdag 11 tot en met zondag 15 januari. Een van Nederlands meest gerespecteerde gitaristen, Jan Akkerman, werd afgelopen december 70 en dat viert hij vanavond in het patronaat. Ter gelegenheid van deze 70ste verjaardag gaat Akkerman samen met een aantal vrienden op clubtour langs de Nederlandse clubs. Het staat buiten kijf dat Jan Akkerman nog steeds een van de beste gitaristen ter wereld is. Blues, rock of klassiek, hij tovert het moeiteloos uit de snaren. Op deze tour wordt Akkerman onder andere vergezeld door saxofonist Benjamin Herman, zanger Bert Hering en gitarist Ruben Hoeken. Jan Akkermans 70ste verjaardag vier je samen met hem vanaf 19:30 vanavond in het patronaat. Vergeet alles wat je weet over musicals, vergeet alles wat je weet over theater, want Whatskebird is één grote theatertrip met poppen die sprekend lijken op jeugd van tegenwoordig. Whatskebird is een hip-hop sprookje voor volwassenen, net zo tegendraads en gek als de hits van de jeugd van tegenwoordig. Gooi Monty Python, The Muppets en The Wizard of Oz in een blender en maak je klaar voor een theatertrip door het hoofd van de jeugd van tegenwoordig. In hun taal, met hun muziek en onnavolgbare humor deze vrijdag vanaf 8 uur in de stad Schouwburg. Vlucht van een granaatappel is een tragicomisch stuk over de persoonlijke vluchtverhalen van vier vrienden. Koerdische, een Joodse, een Syrische en een Hollandse acteur maken elkaar en het publiek deelgenoot van hun persoonlijke geschiedenis. Een zwaar thema dat theatergroep Rast verpakt in een persoonlijk en humorvol stuk. Vlucht van een granaatappel zie jij deze zaterdag vanaf 8 uur in de toneelschuur. Voor zondag blijven we even hangen in de toneelschuur, want daar kun jij in de middag weer terecht voor de Schuurshow. Braakmakende gasten, prikkelende columns en sprankelende gesprekken over concerten, voorstellingen en exposities die in Haarlem en omstreken te zien zijn. Deze zondag zijn onder andere te gast theatermaker Steve de Jong, Tom Lich van het patronaat over de Rob Agda Awards en schrijfster Annegine Goemans, auteur van onder andere Honolulu King. De Schuurshow vindt deze zondag plaats van 4 tot 6 in het café van de toneelschuur. Toegang is gratis. Dit waren de tips voor deze week. Voor meer tips en achtergrondinformatie ga je naar www.haarlemsbodem.nl/uitgaansagenda. Lekker weekend! Powered by Eve.